Medisch adviseur is een belangrijk beroep in de zorg waar momenteel een tekort aan is. Toch is bij veel artsen onbekend wat een medisch adviseur nu precies doet. De bureaus is actief op zoek naar artsen om op te leiden voor dit specifieke beroep en vertelt ons hier meer over. Er is een enorm tekort aan medische adviseurs in de letselschade. En dat komt met name omdat tijdens de studie geneeskunde heel weinig aandacht is voor dit specifieke vakgebied. En onbekend maakt onbemind. En dat is heel erg jammer, want dit is een heel erg leuk vak. Het is heel erg breed, het gaat van orthopedisch letsel tot aan oogheelkunde. Je hebt veel minder te maken met tijdsdruk en het startsalaris is ook nog eens heel aantrekkelijk. Als medisch adviseur moet je minimaal basisarts zijn met een geldige BIG-registratie. En je moet houden van een beetje speurwerk. En last but not least, je moet een fijne collega zijn die de positieve sfeer die we al hebben nog positiever maakt.